Vandaag is mijn eerste gast, voetbalheld, Sparta-trainer en persoonlijke vriend Henk Vrezer. En we hebben afgesproken in Schiedam, waar hij opgroeide. Hey, Dimmers. Hoe is het, jongen? Ja, goed, man. Goed je te zien. Goed, zeg. Hey. Is goed? Ja, heel goed. Ja. Hey, dus dit is de plek waar je bent opgegroeid? Nou ja, dit is de plek waar wij eigenlijk, toen we net uit Suriname kwamen... Hoe oud was je toen? 8. Ja. Een piepjong nog. Ja. En dit was zeg maar de eerste plek waar we echt zeg maar gingen wonen. Waar woonde je dan? Eigenlijk precies waar het inhammetje was. Was zeg maar een drie hoog, als ik me niet vergis, 3 of 4 hoog was het. En wij woonden op de 21B. Hey, hoe zag jouw leven er in Suriname uit? Nou, we woonden zeg maar aan de rand van Paramaribo. En dat betekent dat je zeg maar eigenlijk vanaf, ik weet nog dat we een hele laan hadden met allemaal van die, jullie noemen het mango's, mango-bomen. Ja. En aan het einde had je een stukje zeg maar moeras. En daarachter had je eigenlijk best wel alweer zeg maar de begroeiing van het bos, van het oerwoud. Ja. Mijn moeder is Indiaans. En zij waren zeg maar verbaasd over dat ik vanaf mijn 8e en eigenlijk 30 jaar later met alle gemakken de jungle inging. Met slangen en noem maar op. En zij zeiden van, nou, het blijkt wel dat je kan de Indiaan uit het bos halen, maar nooit het bos uit de Indiaan. En dat is wel zo. Ik voel me wel echt thuis in het oerwoud. Ja. En nu nog steeds? Ik ga er nog graag naartoe, ja, zeker. Ik had, denk 3 jaar geleden, ja, vlak voor ik naar Sparta ging, had ik mijn zoon meegenomen voor het eerst. Ja, dan is het voor mij, ik hoop nu een keer met mijn vader en mijn zoon, dan is het weer compleet. Ja. Ja. En wat merk je nu nog van het Indiaans in jou? Nou ja, kijk, Indianen over het algemeen zijn rustig, bescheiden, afstandelijk. En dat heb ik wel in het begin heel erg gehad. Ik denk dat voetbal en de ontwikkeling in het voetbal, hè, als speler, opgevoed door een aantal mensen, of het nou bij Sparta was, bij Roda, bij Utrecht en bij Feyenoord. Ja, je ontwikkelt je wel als mens. Hè, en ook als trainer, zeer zeker. En de opleidingen die je doet. Dus wat dat betreft denk ik dat ik wel een hoop mensen in mijn omgeving heb verrast. Om trainer te worden, omdat ja, je moet toch voor een groep, of voor de pers, of voor de supporters, of wat dan ook, moet je toch ja, soms je woordje doen. En dat was, ja. was wel iets wat ik me moest aanleren, ja, absoluut. We hebben Indianen het heel erg moeilijk in de wereld. Een land wordt afgepakt zomaar, er is natuurlijk ook heel veel gebeurd in de historie, ze zijn afgeslacht. Ja. Wat doet dat met jou? Kijk, de geschiedenisboeken worden eenmaal nou niet door hun geschreven. Dus ik denk dat het nog vele malen erger is als dat er nu in de geschiedenisboeken staat. Ja. Je merkt met name in Brazilië dat er stammen zijn die weggejaagd worden, die afgeschoten worden. Nu nog steeds, 2021. Dat is te bizar voor woorden. Maar ja, zo zijn er wel meer dingen nog die gewoon niet kloppen. Ja, ik kan me voorstellen dat jouw bloed dan gaat koken. Ja, maar dat is van heel veel meer dingen, hoor. Wat ik al zei, dit is iets wat je wel aantrekt omdat je weet dat je daar ook van afstamt. Tuurlijk. Maar helaas zijn er nog veel meer van dat soort zaken. Hoe was jij als jongetje in de jungle? Als jongetje angstig. Ik weet nog dat ik met mijn vader, vlak voordat we naar Nederland gingen, dat we het oerwoud in gingen. En dan zat ik zeg maar in een jeep. Meestal zit een soort pick-up. En toen hoorde ik een jaguar grommen. Ja? Ja, ik moet zeggen, zelfs nu nog steeds, als kleine jongen, dat is zo indrukwekkend. Dus ik denk niet dat ik een held was... In die tijd, nee. 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 Maar je groeide erin, op. Dus dat betekent dat je ook niet echt daarmee bezig bent. Tuurlijk, als je het gewend kijkt, er was ook een keer dat er een slang kwam. En toen was mijn vader een kapmes. Maar ik sloeg met de verkeerde kant. Dus dat werkte ook niet echt goed. Dus die ging gewoon verder? Die ging gewoon zijn gemakje verder. Gelukkig maar, want dat was achteraf niet nodig. Nee, want Indianen zijn heel erg bezig met het leven. Klopt. Altijd. Klopt. Het grappige is, ik ga... met mijn neven wel weg. En een van ze die is die is getrouwd met een Indiaanse. En het is mooi dat als ik tegen mensen zeg, ik ga het oerwoud in, we gaan jagen. Die denken van, ja, je gaat zomaar dingen afschieten. Luister, als hij erbij is, dan is het vooral genieten van de natuur. Het enige is, soms dan is het omdat je wat wil, moet eten. Omdat we soms dagen het bos ingaan.
Maar zij schieten niets om voor de sport. Dat is er bij hem niet bij. Ik weet nog dat één keer, zij waren het bos in en die gingen achter een hert aan. Of ze hadden, de honden die hadden een hert. En ik stond te vissen. Maar ja, Nederlands, dus ik stond met kapmoutjes, korte broek. Want Suriname, het bos in is soms zo scherp, het gras en weet ik veel wat. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat was de eerste keer, dus ik stond te pissen. En ik hoorde ze in het Surinaam zeggen, hij komt naar de weg toe. Maar ja, weet ik veel. Dus waar ongeveer onze vriend de cameraman staat, ja, komt dat hert komt de weg over. Nou, je kan je voorstellen, hij is al niet super groot. Dus ik stond te pissen. En over mijn slippers, want ik stond ook nog op slippers. Serieus? Ja. Maar het mooie was, dat hert was zo bizar, dat zette zeg maar hier af. En dat sprong in één keer naar de overkant. Ja. Ja, was zo indrukwekkend. Ja, natuurlijk. Dus dan vergeet je natte voeten. Dus dan ben je even de indiaan uit de betonjungle die ja, het eventjes weer kwijt was. Ja, ik was wel weer kwijt. Ja, ik schrok me kapot. Maar het was zo het was zo mooi, zo indrukwekkend zo'n dier. En ja, dat is waar ik van kan genieten. Ja, ik denk dat sommige mensen denken van een suffert. Maar ja, dat is waar ik van kan genieten. Mooi. Ja. Hey, waar gaan we nu heen? Is de volgende plek? Ja, als dit zeg maar voor mij het begin was in Nederland, hè, dan was RFC, de Rotterdamse voetbalclub, ja, helaas failliet gegaan. Ja, daar is het voor mij begonnen wat voetbal betreft. En okay, ook weer met die neven. Daar gaan we naartoe. Die neven van jou zijn wel heel belangrijk, hè? Die hebben heel veel, ja, absoluut. Even die snuitkap op. Oh ja. Dit is een gedoe. Ja. Hey, nou, dit kan geen toeval zijn, wat hier ligt. Die is voor jou neergelegd. Hey. Oh ja. Ja, dit was ons hoofdveld. Wel gras toen. Ja. Hier ben je begonnen? Hier ben ik begonnen, ja. Ja, hier ben ik begonnen. Met de tribune erbij? Met de tribune. Die was wel... Historische club zit. Dat was wel groen-wit, moet ik eerlijk zeggen. Maar hier is het begonnen. Hoe is het om hier te staan? Nu? Ja, jeugdsentimenten, hè. Terugdenken aan je oude vrienden. Aan je oude trainers die je hier hebt gehad. Ja, fantastisch. Dit was echt een roemruchte club, hoor. Ja, het was een leuke club. Een mooie club. En ik moet zeggen, een aantal ook echt hele goede voetballers. Die ook de stap hebben gemaakt toen naar Sparta. Want hier vandaan ben ik richting Sparta gegaan. Mijn vader, mijn familie, die was er elke wedstrijd. Die was er bij elke uitwedstrijd. Die ging altijd mee. En hoe je het went of keert, soms praat je over rijkdom. Mijn rijkdom is dat mijn familie er altijd voor me geweest is. Mijn vader altijd voor me geweest is. En weet je, dus vandaar dat je... Dat je misschien, waar anderen mindere steun krijgen, ook aandacht krijgt voor andere dingen. En bij mij was het alleen maar voetbal. Ja. En ik zal niet zeggen dat hij dat overdreven stimuleerde, maar hij steunde me wel. Weet je? En ik denk dat voor mij ontwikkeling in alle opzichten gewoon super belangrijk is geweest. Ja. Maar dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat jouw vader wel een hele belangrijke rol heeft gespeeld in jouw uiteindelijke carrière als profvoetballer. Ja, ja. Ik heb natuurlijk heel veel contact met hem en ik benoem dat wel eens. Als jonkie besef je dat niet altijd helemaal, maar eenmaal bij Sparta toen, dan besef je wel van, hé, de man is er altijd. Op momenten dat je, hè, want dat hebben we allemaal, een eye over de bol nodig hebt, mm-hmm, dan was hij er. Maar als je zo'n bakkertje, hè, op je achterhoofd even een tikkie, dan was hij er ook. Ja. Ja. Hey, de bal was voor jou het belangrijkste. Je wil altijd winnen. Wat denk je, latje trap? Het is wel de moeite waard natuurlijk. Kom maar op. Hey. Hij is wel zacht volgens mij. Ja, hij is wel zacht, ja. Ja. Hey, kijk je uit met dat die minaretten niet eens op deze... Oh, dit scheelde niks! Hij zegt niks. Ja! Fantastisch. Jammer. Ik moet zeggen, respect. Oh, is goed! Ja, hij tikte hem aan. No! Ik kon op mijn 15e kon ik richting Sparta. Gescout door René de Hoon, denk ik wel bekende. Mm-hmm. Eerste jaar ben ik niet gegaan, want ik had het ontzettend naar mijn zin bij RFC. Vrienden. Ik wilde heel graag met mijn vrienden nog verder voetballen. Wacht even, dus je kreeg de kans om profvoetballer te worden en je ging niet? Nee, nee. En dat zeg ik ook genoeg over mijn ouders. Bijvoorbeeld mijn vader, die zei van, het is jouw keus. Maar de eerste keer ben ik niet gegaan. En het jaar daarna kwam Sparta terug. En toen merkte ik voor het eerst aan mijn vader van, weet je, en dan doe je het. En dus dat was mijn volgende stap. En mijn eerste trainer werd Kees van der Munnik. Ja. Wow. Ja. Bijzonder, zeg. Ja. Zit het je dwars, die twee? 2-1? Ja, een beetje, maar... Hey Henk, kan je even onder de motorkap kijken?
Hij maakt een beetje een raar geluid. Raar geluid? Ja. Oké, okay, ja, dit is wel het type motor wat bij mij nog bekend is, zeg maar. Dit is vintage, hè, of niet? Dit is vintage, ja. Hier, ja. Hier word je vrolijk van als het goed is. Ja, ja, ja. Het doet ook, ben ik ook weer wat sentiment omhoog. Hey, maar ja. Klopt het dat je eigenlijk automonteur bent? Ja, ik heb die opleiding gedaan. Ook omdat mijn vader was automonteur. Ja? Die was in het leger, zeg maar, met die grote vrachtwagens en zo, noem maar op. Dus, ja, dat, mijn interesse lag er zeker, ja. Ja. Hey, je bent ook afgestudeerd erin, toch? Ja, ik heb wel mijn diploma gehaald. Maar goed, ik kwam al heel snel in het voetballen. Dus dit is nog wel hetgene wat vaag bekend voorkomt, maar... Maar ja, deze auto's gaan nooit stukje. Dat weet je toch? Hey, nee, dat is een echte twijfels. Zo, waar gaan we heen? Ik denk, om toch een beetje nog het Suriname gevoel over te houden, dan wordt het een lekker broodje. Surinaams broodje? Surinaams broodje, dat is echt. Zo! Als dit het eten wordt? Ja. Hallo! Ja, dit is waar ik er ook voor even kom. Wij willen graag een lekker broodje. Zo. Hey, hoe belangrijk is Suriname nog voor jou? Toch wel belangrijker dan dat ik dacht. A, omdat de helft van mijn familie er nog zit. Mm-hmm. De neven waar ik meestal naartoe gaan. Maar je merkt ook als je ouder wordt dat je toch ook weer meer waarde hecht aan andere zaken in het leven dan puur alleen voetbal. Want dat is eigenlijk, als je nu nagaat, vanaf mijn 16e toch mijn leven geweest, voetbal. En dat is het nog steeds. Ja. Maar je merkt als je ouder wordt dat je toch wel weer meer waarde hecht aan andere zaken. Wat voor zaken? Toch ook wel weer de mensen. Onder de mensen zijn, weet je. Als Surinamers heb je toch wel vaak dat je graag onder de mensen bent en ook plezier maakt. Vandaar de moeilijke tijden nu eens met corona. Ja, dat is wel pittig, dat hakt er wel in. Ja. Ja, je hebt een van de zwartste dagen van Suriname van heel dichtbij meegemaakt. Jij zou met het kleurrijk elftal zijn meegevlogen naar Suriname. Waarom ben je uiteindelijk niet gegaan? Ja, uiteindelijk heb ik keus gemaakt voor A, mijn familie, hè, mijn dochtertje. Was een half jaar oud. Maar ook keuze voor het Nederlands elftal. Het WK 90 zat eraan te komen en de kans dat ik geselecteerd kon worden was aanwezig. Dus eigenlijk op basis van die twee factoren heb ik de keuze gemaakt om een week van tevoren af te melden. Ja, want anders had je in het vliegtuig gezeten. Ja, absoluut. Zo. Ja. En sterker nog, heel veel mensen dachten dat jij in het vliegtuig zat, want je achterneef zat erin. Wendel Vreese. Ja, Wendel Vreese zat erin, maar zelfs mijn vader dacht op dat moment dat ik erin zat. En... Maar ook op de teletext, want dat was vroeger zeg maar datgene waar je als eerste naar keek. Ja. Daar stond mijn naam bovenaan aan de dodenlijst, ja. Alfabetische volgorde. Zo. Ja. Ja. Hoe reageerde jouw vader toen hij hoorde dat je nog wel in leven was? Ja, opgelucht. Je hoort emotie in zijn stem. Ook omdat we elkaar een tijd niet hadden gesproken. Zat hij te huilen? Nou ja, ik denk dat het logisch is dat je wel wat emoties hebt. En dat krijg je allebei natuurlijk op dat moment. Dus... Ja, dat was wel duidelijk. Ik kan me voorstellen dat hij echt dacht van... Ja. Ongelooflijk. Ja, je leest dat en dan krijg je jou in de lijn. Ja. Dat is ook onwerkelijk. Ja, maar dat is het ook. Kijk, hoe bizar is het als je je eigen naam ergens ziet staan tussen de doden. Ook voor jezelf. Maar ik kan me voorstellen voor degene die jouw familie zijn. En je ouders in dit geval. Ja, dat moet bizar zijn geweest. Ja. Het is moeilijk, hè, om erover te praten. Ja, zeker. Omdat... Nogmaals, je zit aan de goede kant, hè? Voor zover je... Ja, dat is wel moeilijk. Ja. Henk, bedankt voor het gesprek, man. Ja, bedankt voor het broodje. Echt een gerse gast ben je. Echt super. Dus een tijd geleden. Hey, en geniet, hè, van die 2-1. Ja, die doet mij zo goed. Niet te geloven, joh. Ja. Als je een keer het bos in gaat, Suriname, ga ik met je mee, hè? Je bent altijd welkom. Een hazen vangen. Altijd welkom. Ik vegetarische hazen. Ja, die hebben we ook. Zo. Ja, maar ja, ik vond je ook al heel stoer om te zeggen van... Ik heb iets te veel Madame Chinette erop gegooid. Ik sta aan de fik, man. Ja. En jij? Ik neem ook kleine hapjes. Ja. Nee, het is wel pittig. Oh. Ja. Ja.